weggaan, blijf ik hier zitten. En door weg te gaan, kun je dat doorbreken. Daar ben ik wel zeker van, ja. Daar ben ik wel zeker van. Frankrijk is een mooi land met een hoop ruimte. En wat toch nog boerminnend is. En gewoon toch iets anders met de regels om als hier. Wie gaat er mee? Dat is Hendrik. En mijn vee. En in eerste plaats mijn geliefde. Ik had een geliefde. Al een hele poos, alweer meer dan anderhalf jaar. Ja. En wat zeg je? Wat is dit aan? Nou ja, dan we elkaar, dan we achter elkaar staan, dat we het voor elkaar opnemen. Ja, ja. 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 Ja, hey, de mazzel, yo. We kunnen heel Europa kan onder de Europese regelgeving vallen. Dat zal best. Maar het is een heel groot verschil of dat je met een wet linksom gaat of rechtsom. Dat scheelt een mooi stukje. Dat kinderachtige gedoe. Dat de ene helft van Nederland zo nodig de andere helft moet controleren. Dat is gewoon toch nozel om los te lopen. En als de overheid zei ergens mee gaat bemoeien, gaat het altijd fout. De kinderachtige. Het is gewoon te gek om los te lopen. Dat je totaal geen bewegingsvrijheid meer hebt. Als boer. Dat je alles aan moet geven en alles aan moet tekenen en alles dit en alles dat. En dat je overal bespied wordt. Vanuit de lucht, vanuit de satelliet, overal. Maar je wordt overal wel bespied en gecontroleerd. Controleren. In zijn spuugzet. De kalf was best en die leefde ook, maar die wou niet gaan heim, die wou geen heim happen. En als ze geen heim gaan happen, dan gaan ze toch dood. Dus dan is het gebeurd. Zo'n koe had 9 maanden het droegen. Ja, die dingen gebeuren. Ja. Die gebeuren steeds weer. Die mist ook zijn kalf. 9 maanden voor niks gelopen. Met een kalfje bij hem. Ja. Een koe vult. Een
koe denkt niet, een koe vult. Een heel groot verschil. Die gaat mee naar Frankrijk, ja. Die gaat mee. Een mooie koe. Ja. Dan hopen we weer op een nieuw kalfje. Weer nieuwe kansen. Ja. Nieuwe kansen, nieuwe tijd. Nieuwe grond, alles nieuw. Als ik in Frankrijk ben, dan, en ik loop daar, dan glijdt er meteen een last van mijn schoenen af. Meteen. Dan ben ik meteen een ander mens. Heb ik een andere stem, dan heb ik een andere kleur, dan heb ik een andere houding. Alles is anders. Heb ik meer kracht. Als ik daar ben, dan ben ik natuurlijk ook 61. Zometeen 62. Maar ik voel mijn eigen daar 20 jaar beter. Niet jonger, beter. Dag meneer Brouwer. Hoi. Dag. Werk is. Gaan wij even kijken achter, denk ik maar even. Meneer Brouwer zit op de til. Meneer Brouwer, vindt u het goed als we even achter kijken? Ja, goeie okay. Prima. Er lag een dood pinkje in het land. En daar hebben ze het één buurvrouw. En toen meteen de AID gebeld. Er leidt ze vaak, er stadden ze vaak een beetje in het land. En dat. Die wil. Ja, die doet wat meer zulke dingen. Die doet wat meer zulke dingen. We kennen er wel. Boerenpesten. Ja. Hondje. Hé. Kom hier. Wat is het? De boer, die willen zijn. Wordt van zijn vrijheid beroofd. Ja, nee, die willen zijn staatskind maken. Dat hij niks meer te melden heeft. Dat is gewoon simpel. Oh, nou ja, dat. Wij zijn ons werk aan het doen en dat hoeft niet met een camera erop. Dus ik zou het met die meneer nog even duidelijk maken. Ik weet niet of u dat doet. Of nou, nee, doe dat zelf maar. Ja? Doe dat zelf maar. Je bent mondig genoeg. Mogelijke verwaarlozing. Dat houdt in dat goed is. Komt er straks nog een dierenarts. Dat heb ik al gezegd. Ja. En we waren een aantal klachten dat het niet goed is. Dus gaan we onderzoeken of dat straks door de zaak komt. Dat zien we wel, maar we gaan in ieder geval de zaak onderzoeken. En dan kijken we op de zaak rond of we dat niet rondkrijgen. Dat is eigenlijk de opzet van vandaag. Nou, is goed. Ja? Goeie gang. We hebben straks voor het geef je eerste compliment. Het ziet er een stuk beter uit als de vorige. Als ik wat aan jou beloof, okay. Dat weet je. Ja, maar goed, dan wil ik je graag een compliment geven.
Ik ben ook bang dat ze erin branden aan koud water. Hè. Ja. Ik ben ook bang dat ze erin branden aan koud water. Wat alles? Hier hè? Ja, dat is van die stier. Dat is een vergissing, hè? Ja, ja. Dat zeg ik toch gelijk. Dat is een vergissing. Oké. Wat denk je me? Ja. Ja, ja. Maar dan moet je even kijken welke dat zijn. Ja, ja, ja. Dan kom ik wel achter, want dat is gewoon traceren. Ja, ja. Ja. Zo van de dingen, hè? Ieder zijn vak, zeggen ze. Ieder zijn vak. Ja. Dit zijn? Maar je hebt dat niet ergens op papier staan welke dit zou moeten zijn, hè? Dat is ook zo nieuw. Denk ik 58, zei je? Ja? Ja, ja, dat is ook al. En waarom was je nog niet eraf gemeld? Hoe kan je, waar is je heen gegaan dan? Dat is drastischere maatregelen hoeven te nemen als alleen wat goede adviezen en de zaak goed op papier zetten, heb ik goed begrepen. Ja, het eigenlijk, globaal indruk is goed. Of ja, goed. Ja. Zo, ja, moet zo blijven, ja. Heel simpel. Ja. Nou, dan doen we 14 dagen of zo een hercontrole of dat hij dat gedaan heeft. De dingen die moeten gebeuren. En dan kun je eens kijken hoe dat is. Ja. Hein? Iedereen zit op je nek te kijken. Ja. Wij kunnen ook niet anders dan gewoon ons werk doen. Ja. We hebben best begrip voor jouw standpunten. Maar zodra het onder de grens komt van de wetgeving, dan is het gewoon einde verhaal. Dat heb je in de smiezen. Dat heb je in de smiezen. Mensen sturen gewoon brieven in de krant tegenwoordig. Dat is gewoon simpel. Die in die buurvrouw. Dat maakt me niet uit wie het allemaal zijn. Want het is er niet één hoor, hein? Het is een heel koppel. Oh, dat is wel best. Ja, het is een heel koppelvolk. Kijk, als je iets anders bent dan een ander, dan sta je altijd in het licht. Dat is zo, maar dat moet je eigenlijk realiseren. En dan moet je op een gegeven moment proberen dat er niet geen praat over gemaakt kan worden. En proberen aan iedereen de zaak te De conclusie is dat er gewoon niks aan de hand is. Ik ga de kachel aanmaken. Er zijn al genoeg de kachel met mannenmarkt hier in Nederland. Althans geprobeerd. Geen uitdaging of zo, dat is gewoon heel mooi getekend. Met alle eerbied. Ja. Een jonge, nou een hele jonge vrouw, die poseert voor een tekenaar met goede bedoelingen, met nette gedachten. Ja, dat kun je zien. Zo dit gedaan heeft, totaal niet uitdagend. Zo ben ik en niet anders. Genoeg. Niks is overdreven aan me, zo ben ik. Moet dat gezicht zien, zo mooi ze kijkt. Kijk naar binnen. Ja,
Heel, heel mooi gezicht. Ja. Vandaag ben ik 62 geworden. Dat is mijn eerste verjaardag dus in Frankrijk. Ik wou hem niet meer in Nederland vieren. Want in Nederland is toch een aflopende zaak. En hier beginnen we opnieuw. Een nieuw leven, een nieuw begin, een nieuwe start. Hup, mijn eerste verjaardag. Hup, hier. Klaar. In Nederland leef je altijd in angsten. Ook al, je hebt de angst dat je weer gecontroleerd wordt. Je hebt de angst van dat het zo benauwd is. Maar, en angst dat er weer nieuwe wetten komen. En afschuwelijk. En, dat geeft een last wat je tegen de grond duwt. En die raak je hier kwijt. Je kan hier gewoon weer recht lopen. Althans, rechter lopen. Die schuur waar die pannen af ben, die is van 1823. Dan moet ook nog wel het een en het ander aan gebeuren, maar wanneer, dat weet ik niet, want dat is nog een hels karwei. En op 62-jarige leeftijd, dan, kijk, als het nu andersom was, 26, dan zou ik zeggen, nou, klim erop, maar...
Ga je hier binnen. Overzie je alle dorpen. Je overziet alle dorpen. En het mooiste uitzicht is naar het oosten toe. Dan zie je dat hele landschap, dat hele panorama krijg je dan in beeld. Quatre. Deux. Pêche framboise. Non, quatre. Ouais. Oui. Deux paquets. Pas. Yeah. Pas. Deux paquets. Voilà. Merci. Bouger. Yeah, boule. Yeah. Ok. Oui. C'est bon? Yeah. Alors, boule. Ook runderen, dus koeien, mogen niet vervoerd worden. In het gebied van die 150 kilometer rondom Kerkrade, zeg even voor het gemak, mogen de dieren dus op dit moment er niet uit. En in het 20 kilometer gebied mogen ze niet worden vervoerd. En bovendien, ja, de ziekte kan op sterven van de dieren leiden. Goed, de maatregelen zijn genomen en dan maar hopen dat... Ja, wordt wel eens gezegd dat hij dan 30 jaar eerder moet doen en dit en dat. Nee, nu is de titer. Voor 30 jaar terug was de titer niet. Nu is de titer wel. En ook al is het maar 5 jaar. En ben 5 goede jaren, dan is het ook goed. Ja. 5 goede jaren is beter dan 20 slechte jaren. Veel beter als 20 slechte jaren, ja. Iedere dag dat je hier bent, is een dag verloren van je leven. Met andere woorden, zo gauw mogelijk weg. En zo gauw het kan, weg. Ja. Zo gauw het kan, weg. Ja, precies. Oh, daar komt een schat in.
dat weet ik niet hoe lang dat duurt bij het INR-bureau. Nou ja, hoe staan de zaken ervoor? Het gaat allemaal verder. En dinsdag komen ze bloed afnemen. Of er een blauwtong is of weet ik wat. En die uitslag die. Die duurt. Een dag of vijf. Nou, dan hebben we alweer pauze gehad. En als dan de. Een bloedonderzoek geweest is en pasen is over. En alles is goed. En de paspoort van de koeien, dat is in orde en weet ik wat allemaal. En dan kunnen ze op transport. Ja. En dan gaan ze op transport naar het beloofde land. Dus, ja. Hendrik, die gaat mee. Hendrik gaat mee. Ja, dan moet ik ook nog een paspoort voor hem, hè. Ja. Nou wordt er een pasfoto van hem gemaakt en dan zien of ze die goedkeuren. Hendrik. Dat is nog wel iemand met heel veel verstand, hè. Die weet veel meer dan dat iedereen denkt. En die weet ik overal van. Dat kan niemand geloven misschien, maar dat, die weet overal van. Van de meest uiteenlopende dingen. Hendrik is hier komen te lopen in 82. Dus dat is 25 jaar. Dan hoort dus een beetje bij, hè? Ja. Ik ben degene die 25 jaar lang dag en nacht iedere dag weer met hem opgetrokken ben, ja. Ja. Hendrik, die zat op zo'n schild. Zien dat zo'n psychische inrichting. En ja, toen kwam hij hier te lopen. En kwam hij iedere dag. En om wat te doen. En dat duurde al een jaar en twee jaar. Dan moest hij altijd weer heen en weer. Dus toen is hij op een gegeven moment is hij gewoon gebleven. Hij had er 32 jaar gezeten. En wat nergens voor nodig was.
zorgt ervoor dat ik eten krijgt en kleren krijgt. En dat hij onderdak heeft. En Hendrik, je doet alle dag, ook al is hij 77, doet hij iedere dag nog werk. En natuurlijk gaat het allemaal niet meer zo hard, want hij is 77 en Hendrik is wat blind. En hij loopt slecht. Maar iedere dag heeft hij weer de moed. En ook het plezier om weer aan het werk te gaan. Dat is zwaar, Hendrik. Ja. Druk even bij je lezen in Hendrik. Ellen die had hier gewoond en Elke had hier gewoond. We zijn altijd nog vriendinnen van me. Dat is geen haat of neid. Hè. Nee, die komen altijd nog. Hè. Die spreek ik altijd nog. Ja. Ik hoop wel dat deze vrouw, dat Janine, tot het eind blijft. Want ik hoef zo nodig niet meer. Van alles. En weer veranderingen. Alsjeblieft niet meer. Het was toch niet wat me helemaal, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Het was niet dat ik daar helemaal mee kon leven. Vrouw is een heel ander wezen als de man. Het verzorgende wat de vrouw heeft en wat een man niet heeft. Het overzicht wat een vrouw heeft. Het toch beter overzicht voor met dingen als een man. Een man dat is altijd maar zo'n druk baasje voor de buitenwereld, hè. En een vrouw is meer op de achtergrond, maar die er wel altijd is. Janine, ja. En daar gaan we. Dus daar ga ik mee naar Frankrijk. Met Janine en met Hendrik. Janine 41. Ik 62. Hendrik 77.
grenzen zitten dicht voor het vee. Voor onbepaalde tijd. Dus. Oh man, hopeloos. Ja. Voor onbepaalde tijd, ja. Dat kan een maand wezen, dat kan drie maanden wezen, kan een half jaar wezen, kan een jaar wezen, ik weet het niet. Dus, ja. Ja. En 100 kilometer over de grens in Duitsland, daar is dan een geval van blauwtong gesignaleerd. Tenminste, dat wordt verteld. En dan zouden we volgende week op transport gaan. En dat door een streep doen. Nee. Ja, wat gaat er dan naar Jan? Nou, dan. Dan flitst er van alles door je kap van. Hoe moet ik nou verder? En hoe lang gaat het duren? En, dat alle blije gedachten overboord moeten. En gewoon. En in, dus toen, het les van de oorlog, dat begon zo'n beetje in april. Toen begon die oorlog steeds heviger te worden. Toen kwamen de Canadezen, dus toen hier er veldslagen geleverd. En hier zat je dus op de Grebbelinie. En hier was het een stuk niemandsland. Vader en moeder met hun huishouden en konden ze, en dat land dat sloot erop aan, dus konden ze even goed nog de koeien melken. En toen die. Hey, ik doe het niet. Ik doe het niet. Ik doe het niet. Ik doe het niet. Dat was de dag van zijn verjaardag. Ze koeien melken. En toen werd hij van uit de Gint het bos weer die beschoten. En vanaf de dik. Eén. Dus een bil heen. En toen zouden ze hem halen, maar dat lukte niet omdat ze bleven schieten. Hij was 42 geworden die dag. Op zijn verjaardag. Een rib in de kluist. Met de kruiwagen. Aan het voeren. En de koe zette ze kap in de kruiwagen. En die trok de kruiwagen naar boven. Toen ging ik mee en toen viel ik tegen een pijp. Wat brood, Hendrik. Wat? Hier nog wat brood. Voor 100 jaar terug. Als mensen gingen emigreren, hadden ze niks nodig.
Geen papiertje of niks. Als je nu buiten, als je nu de deur uitstapt hier, dan moet je al een dikke portefeuille bij hebben van papier zus en papier zo. Dan moet je laten zien wie je bent en weet ik wat voor onzin allemaal nog meer. Het is gewoon allemaal gekke werk. Vroeger is er altijd omloren geweest. En dat... aan de mensen doet het geen schooi. Want dat is niet besmettelijk. En de koeien die worden besmet, maar die worden ook weer beter. De wereld is gek geworden, ja. Ja. Overgeleverd aan... aan de wetten en de waanideeën. Het bekendste voorbeeld van dat is Koteke Broek. Dat leidt iedereen nog wel in het geheugen. Waar nooit geen Monteclaus hier geweest is. En toen dat aan de gang was... Toen was het voor mij niet gebeurd. Als ze zomaar bier komen en je stal vee weghalen en die vernietigen... Toen was het voor minder maatvol. Toen ben ik mij gaan oriënteren op Frankrijk. De boeren staan... voor de vrijheid van een volk. En als de boeren weg zijn, is het volk zijn vrijheid verloren. Dan kunnen ze met het volk net doen wat ze willen. Die ernaast, staat, wat is dat? Dit is zwaar, Amerikaans, zacht. Doet die maar, doet die maar. Die tegen... Die zachte? Nee, die halve zachte. Hoeveel? 15,95. Ja, dat scheelt 2 uur met die andere, hè? Ja, maar ze komen morgen, hoor. Dus, Ja, maar daar heb ik ze nog niet mee. Geen paniek. Daar heb ik ze nog niet mee. Hoi. Hey, ik dacht dat je naar Frankrijk ging verhuizen. Ja, dat doe ik ook wel een keer, maar ik weet nog niet wanneer. Oh, ja, maar ik had al gehoord dat de boerderij al verhuurd was. Nou, nee, dat moet dan, nee, er is nog niks. Er is nog niks. Het gaat wel een keer gebeuren, maar ik weet nog niet wanneer. Oh. Dus. Nou, veel succes als je daarheen gaat. Merci. Merci beaucoup. Ja, en dan hoor ik wel... ja, ik hoor het vanzelf wel. Ja, je ziet wel. Je ziet wel. Hé, de mazzel. Tot ziens. Yo. Hey, check, Hendrik. Ja. Breng me in huis. Ja, ik leg het heel lang even op de bank, hè. Ja. Want ik heb je al een brakke gezicht met die zware naast. Het LNV-loket. Van het ministerie van Landbouw. Al onze medewerkers zijn in gesprek. Geduld, een ogenblik geduld alsjeblieft. Je wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Dat kan wel een kwartier duren. Ja, goedemorgen, Brouwer. Hoi. Is er nog verandering met de blauwtong? Nee, dat valt tegen dus. Voor het levend wezen niks veranderd. Ja. Goed. Dan gaan we weer door. Ook zo, dag hoor.
Je mag me niet uitlachen, hoor. Zo, vrouwtje. Heb jij al een gepakt? Ja. Nou ja, daar heb ik ook maar een beetje mijn best op gedaan. Wel lieve schat. Vrouwtje. Die klap wordt een beetje groot. Ja. Zo, dat ruikt zeer. Naar Nevers. Naar Nevers. Dat is geen nevers, hè? Nee. Nevers. Nee. Geen nevers. Nee. Nevers. Van Nevers naar Sint-Amand. Sint-Amand-Montrond. Dan zit de man Montreux naar Suzanne, dan net voor de snelweg rechtsaf naar Chamboutière. Mijn vrije breken ze allemaal af, hè? Als ze alles in, dan wel verdeed. Ruud, even weg dat ik dezelfde bieden aan, dat is alles vreemd voor ze, jongen. Anders rustig blijven. Kom. Hey. Come on.
jongens. Kom maar. 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 Hey, hey. 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 Hup. Hey. Hey. Laat het gaan. Neem daar een makke koe. Hey, hey. Hey. Ja, maar ik ben een tovenaar, hè. Als die komt te sterven in Frankrijk, ja, dan zal daar ook wel een graf wezen voor hem. Ja, we hebben het overal wel over gehad. Ja. Maar ja, alles precies uitstippelen, dat kun je wel doen. Maar het loopt toch altijd, net ietsjes anders. Wat een schakel is tussen de kosmos en de aarde. Nu is het land leeg, er is onderhand geen boer meer over. En de koeien, die lopen haast nergens meer in het land. Dus dat is ook een hele grote verarming, vind ik. Want dat, ja, er wordt ons weer wis gemaakt door mensen die het zo goed weten. Dat beter is. Het wilde bij mij niet, hè. Het vertrouwde beeld, dat staat in mijn gedachten. Dat neem ik mee met de bomen. En ja, dat neem ik vooral mee. Het vertrouwde beeld, boerderij met bomen. Want alles wat hier staat aan bomen, is allemaal door mijn eigen gepoot, ja. Het blieft. Het wordt niet verkocht. Er wordt niks verkocht. Dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Dat zit veel te diep.
Ja, kom dan maar uit Denderik. Bij de gemeente uit? Ja, ja. En ja, ja, een persoonsbewijs. Kun je er iets worden? Dat is die. Goed. Gewoon weer Hendrik. Hoi. Hey, de mazzel, hè? De mazzel, hoor. Kom op. Rustig met jullie. Komt goed, hè? Rustig aan. Kom best goed, joh. Hey. Kom best goed, joh. Hier in de wereld niet uit. Heel veel plezier, hè? Mooi.
mer, il n'est pas ici, il est en Hollande, ce sont ses vaches. Je m'occupe avec ses vaches, quand il est en Hollande. En ja, ik vertrouw van de hele boel niks meer. Ik teken die boel niet. Ik heb er wel geen zin in. Ik heb er wel geen zin in. Ik wil daar beginnen met een schone lei en geen gedoe met de Franse staat en Franse autoriteiten. Dat wil ik niet. Ik wil daar een rustig leven hebben. En geen gedoe. Dus die contracten, weg. Met een week of wel 5 dagen of weet ik wel niet, dan gaan we er wel weer heen. En dan zien we wel weer in de volgende. We geven de moed niet op. Dus we zoeken gewoon weer een andere boerderij. 35 seconden voorsprong voor de man in de keel. Frankrijk gaat, of je gaat nergens heen, dan je moet toch ergens een ander dak zien te krijgen weer, hè. Die hond, daar moet je maar niet bij komen, want die grijpt je, hoor. Zeg. Je hoort de nieuwe boerderij eruit ziet. Nou, die lijkt een heel stuk van de anderen af. Zo'n beetje 50 of 55 kilometer. Ja, 50 kilometer van de anderen af. En die had mooi land, het goed land. Met een mooi landschap. En goede gebouwen. Maar eerst moet het voor elkaar met de koeien. Op dat land kunnen ze heen, maar er ben ik nog wel eens vervoersgebooien vanwege de blauwbeton. En hoe dat allemaal precies uit gaat pakken, weten we niet, want dat verandert van dag tot dag. Want dat gaat niet zo makkelijk in Frankrijk. Jullie zitten nu op een camping.
we moeten door een diep dal, hè. Door een heel diep dal. Of het janken is of het niet janken is, dat maar wel door een diep dal. Wel door een diep dal. Kom maar, ik denk wat. Ik mis wat toen ik de gint was. En toen kwam ik kort erbij, ik denk, verrek, alle bomen ben omgezocht. En geïnformeerd. Dat was werk van de gemeente. En dat was spul wat 30 jaar groot was. En dat hij niet met een excuus weer even volstaan. Dat is natuurlijk hopeloos. En dan denk je, nou, een overheidsinstantie die zal wel voor bomen wezen. En zo deed je ze ook altijd. En dan gaat de gemeente eventjes die bomen omzagen. Nou, dat valt in heel verkeerde orde. Terwijl ik in Frankrijk ben en dan gebeurt het even. Dan kom je thuis en dan is dat spul weg. Dat er overal zo ingekeken kan worden. We zijn onderaan weer wat voor aan het klaarmaken in Frankrijk, Hendrik. Wat? We zijn wat aan het klaarmaken voor jou in Frankrijk. Wie? Ja, op die boerderij daar in Frankrijk. Ja? Ja. Wat maken ze? Ja. Wat maken ze? Dat je daar kan wonen. Ja. Ja. Nou, je doet me kalle man. Nou, en hoeveel mensen heb je nou dat te ruimen? Nou, de meeste koeien lopen buiten nog. Nou ja, het is nog mooi weer, hè? Het is toch hartstikke mooi weer, Hendrik. Maar ja, daar zit ik tegen 80 aan hè. Ja. Dat is niet precies. Ja, ik ben 2,65 hè. Hé? Ik ben 2,65 hè. Ja. Een mens is nooit te oud om te leren. Dus je leert toch weer van hetgene wat achter je leidt. En je wordt steeds ripper.
totdat je op een gegeven moment zo rip bent dat je hier geplukt wordt en naar een heel ander oord vertrekt. En dan laat je hier gewoon alles achter. Yo! Oh.